We zijn hier bij de gemeentehuis en er zijn van die lampjes in de weg. Er komt veel bouwverkeer langs en dat kan best gevaarlijk zijn voor de fietsers. Vrachtwagens en trekkers komen hier vooral langs. Als je aankomt fietsen, dan zie je als eerst een stoplicht. Dan moet je daar vooral naar kijken. Om te kijken of dat rood of groen is. Dan kom ik de rotonde op en dan van die rode lichtjes zie ik dan. En daar mag je dan niet langs, alleen als ze groen zijn eventueel. Dat je dan nu een andere weg gaat nemen wat dan weer wat veiliger is. Zodat je minder ongeluk gaat krijgen. Ik denk dat dit wel een goede oplossing zou zijn. Ik vind het wel een goed idee zo. Ik denk dat het wel gaat helpen. Dat wel een stuk meer veiligheid biedt voor de fietsers. Dat ze iets meer van bewust zijn.